Nou ja, je zeg het maar. Wat, ja, ik zit hier op een bankje een beetje. Dus ik zal vertellen wat er gebeurt. Ik zit op een bankje een beetje te kijken wat de politieagenten doen. Ik zie het museumplein vol lopen en jij zegt, mag ik even bij zitten? Ja. En ik vraag zo voorzichtig. Ja, maar wist je wel dat ik podcast maak? Ja, dat weet ik wel. Ik heb je wel eens gezien. Oh, en in die zin. Je wou wat vertellen. Wacht even. De demonstratie is nog niet begonnen, want het is net 2 uur en jij komt naar me toe lopen. Ja, en toen? De demonstratie, er is geen demonstratie, want hij is afgekeurd. Ja. In elk geval zijn mensen die komen op persoonlijke titel. En ik ben hier al een aantal uren. En ik loop wat rond, ik kijk wat, ik proef wat sfeer, ik praat met mensen. Ik heb fantastisch mooie gesprekken gehad met mensen die van zichzelf zeiden van, goh, was me helemaal niet bewust van. Ik ga het nu onderzoeken, dus in die zin heb ik al fijne dingen kunnen bijdragen, dus dat is fijn. Maar ik heb nu een beetje last van zenuwen en daar zoek ik eigenlijk even in van, hoe doe ik dit nou? Want dat is wat ik wil vertellen. Ik ben wat aan het rondlopen, moest heel nodig plassen, dus ik ging ergens een zaakje zoeken waar dat kon, helemaal blij. En ineens spreek ik wat mensen aan waarvan ik ook wel door had van, goh, jullie zijn ook hier om hier te zijn, om het zo maar te zeggen. Ja. En ineens komt de politie naar me toe en die zegt, goh, de hele groep werd aangesproken van, goh, wie zijn jullie en waar ga je naartoe? En ja, ik was hier gewoon niet op voorbereid, dus ik wist het niet. En ik zei, goh, weet ik eigenlijk niet waar ik naartoe ga, dus ik lulde er wat omheen. Ik heb op een gegeven moment gewoon gezegd van, ik ben hier en ik ben het er niet mee eens zoals het gaat en zoals de maatregelen gaan. En, nou, mogen we uw idee wel even zien? Nou ja, ik weet natuurlijk dat ze dat mogen. Ik zeg, nou, mag ik de uwe dan ook even zien? Nou, het ging allemaal keurig. Ik kreeg een nummer te zien. En zo gaat het dan. Ik denk, ik ben ook al eerder mijn idee laten zien. En dan op een gegeven moment wordt er ongevraagd een foto gemaakt van mij. Ja. En daar schrik ik eigenlijk best wel van. Want ik weet inmiddels door me ingelezen te hebben hoeveel ook de privacy, het niet hebben van privacy en wat daarmee gebeurt en de digitale techniek. Dus ik voel mij dan letterlijk onveilig. Van, hé, wat doen jullie hiermee? Ja, en wat zei die? Of ze? Dat mogen wij gewoon. Ik zeg, oh, maar u mag ook een foto van mij maken, zei hij toen. Ja. Ik zeg, oh, leuk. Nou, dan maak ik ook even een foto van u. Vervolgens, dat is een agent met pet. Dus die doet zijn pet zo naar beneden. Ja, ze zijn getraind. Je kan ook zeggen, wacht even, ik wil niet dat je een foto van mij maakt. Wat mogen wij? Goed, ik was dus, ja. Ik weet niet wat ik zou zeggen. Nou ja, geen moment, dat is waar ik het over wil hebben. Dat is dus wat er gebeurt. Het is indoctrinerend. En al weet ik dat het zo is, toch gebeurt het. Dus ik ben een beetje aan het shaken. En ik denk dat meerdere mensen gebeurt. En vind ik het fijn om daar iets over te vertellen. Ja. Dus foto gemaakt. En daarna zag ik, was ik van slag. En ging ik ook mensen vragen van, goh, even connecten, even knuffel. Ja. En daarna werden er inderdaad nog andere mensen ook aangehouden. Moesten de tas leeghalen, kwamen de stokken eruit. Daar komt de ME. Nou, film maar even. Film maar even. Ik denk dan dat Halsema... De ME is binnen de opgestond ook gewoon klaar, hè? Dat is een goed aan. Is het 10, 15 buurt? Vier dagen dan? Ja, wat ik daarvan vind. Ja. Groot soort. Weet ik niet. Het is een rituele. Weet je wel, ik zit het zo te bekijken hier zo vanaf mijn bankje. En het ziet eruit als zo'n veldslag aan het eind van een oude film. Weet je wel, vroeger gingen ze dan op zo'n groot grasveld de twee legers tegen elkaar vechten. En hier heb je dan alle mensen met een geweer. Wil je tegenovergestel nog even laten zien. Hoe ziet het er nou uit op het plein? Dit is het waarvoor dit gebeurt. Ja, we hadden net eens, vertel maar wat. Je moet maar zeggen wat je ziet dan. Hoe zou jij dat beschrijven wat je daar ziet? Ja, ik zie daar allemaal mensen staan en het is best wel toegelopen het aan de afgelopen uren. Ik ben hier vanaf 11 uur. En eerst was het niks en nu is het echt zichtbaar. Nu is het echt zichtbaar dat er wat gaat gebeuren. En, niks. Zeg gewoon mensen die vredelievend, vreedzaam daar. Ja, dat is waar. Maar dit is wel heel duidelijk nu dat de mensen hier bij elkaar komen om een geluid te geven. Ja, terwijl het niet mag ook. Dat hoort er wel bij. Zeg maar. Ja, dat is dus de vraag of het niet mag. Want er was een demonstratie aangekondigd en die is niet goedgekeurd. Dus, en de organisator heeft gezegd het gaat niet door. Dus waar hebben we het over? Er is geen demonstratie. Dus, op een gegeven moment zei de politieagent ook van, zo regelen jullie dat. En dat lezen we heus wel.
Jullie gaan nu allemaal op persoonlijke titel. Ik dacht, nou, ze zijn goed ingelezen, hè, inderdaad. Ik ben ook hier op persoonlijke titel. Ja, dat is wat ik gebruikelijk doe. Ik mijn hond uitlaat. En jij, wat doe jij? Als ik mijn hond uitlaat, ben ik, dan doe ik dat ook op persoonlijke titel. En ik ben hier podcast op persoonlijke titel. Ja. Nou, ik ook. En dan worden dus mensen aangehouden. Kijk, en jij bent nu ook hier met een stok. Ja. En ik wil je waarschuwen dat deze stok waar deze camera op staat, die kan dus nu zo elk moment in beslag genomen worden. Dat is wat er dus gebeurt. Ik zit toch aan de zijkant van zo'n... Ja, maar ik ben net zijn andere mensen die nog verder buiten het veld stonden. Ja. Die zijn ook aangehouden en hun stok is ingenomen. Oh. Dus toen heb ik gevraagd, kritisch en het werd ook gefilmd, heb ik gevraagd van ja, maar krijgt meneer de stok nog terug? En waarom maakt u een foto van hem? Ja. Zeg, welk wetsartikel steekt hier achter? Nou mevrouw, als u een minuutje googelt, dan weet u het ook wel. Ik zeg, nou, maar daar gaat het niet om. Het gaat om, waarom vertelt u mij het niet? Daar gaat het om. Ja. Nou ja, dus ik zeg, nou, deze meneer gaat dus deze stok niet terugkrijgen. Dat vind ik gek, want het is gewoon een eigendom van hem. Ik kan nog snappen dat je dat om veiligheidsreden inneemt. Maar dan kan het toch niet zo zijn dat je hem achteraf niet terug kan krijgen. Ja, ondertussen worden jullie allemaal ingesloten. Ik ga hier nu weg, want ik vind het niet leuk. Dus wat doen die busjes? Dan houden ze je tegen als je er tussendoor wil lopen, werkelijk. Ja, even kijken hoor, we gaan weer verder. We staan hier. Ik wil dat wel. Ik moet even hier staan. Zeg maar, meneer. Ja, zo, oh maar ja. Zo? Ja. Oké, laat ik dan vertellen wat er net gebeurde. We zitten op een bankje. Dat was een bankje daar ergens. Ja. Kun je wel zien in de verte. Achter dat politiebusje. Een hele rits auto's. Echt kop op kont. Dus dat je er ook niet meer uit kan. En ja, doe hier. Ik ga me een beetje laten insluiten op die politiebusje. Ik zit gewoon een interview te maken. Ja. Dus toen dachten we even naar de buitenkant van die auto's. Ja. Maar die laten hier dan niet. Ik schrok even van. Want dat was inderdaad heel snel dat je weg was. En ik dacht, hey, we waren toch in gesprek. Maar wil je dat toelichten? Van waarom wil je niet ingesloten worden? Ik bedoel, jij mag dat toch zijn? Vind je dat, dat terecht is dat je daar niet mag zijn? Waarom zou je dan niet een interview kunnen doen? Het kan wel. Maar ik heb geen... Het voegt niks aan dit gesprek met jou toe. Om dat te laten intimideren door een politieagent die zegt, ik weet niet wat hij gaat zeggen. Oh, ja. En je was net aan het uitleggen dat ze dingen afpakken van je. Ja, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, voor mij is even voor de goede orde, voor mij is niks afgepakt. Maar ik zie dat er van mensen, dat de stokken worden afgepakt en mensen die niet terug krijgen. Maar grappig hè, want dit gaat dus over, jij zegt het voegt niks toe aan het gesprek. Maar aan de andere kant denk ik van ja, maar hier gaat het over. Dit gaat over intimidatie. Je vraagt aan mij op wat voor manier... Waarom ik er op deze manier voor kies om een reportage te maken. Nou, dat is niet gepland of bewust. Maar ik ben hier om te kijken hoe Femke Halsema en de veiligheidsregio de keuze die ze maken in handhaving. Dat wil ik zien. Ik wil zien hoe in Nederland de mensen die geweren mogen dragen en wapenstokken en pepperspray, hoe die omgaan met jou en mij. Ja. Dat wil ik zien. Dat hoef ik niet per se te ervaren ofzo. Dus ik hoef ook niet per se midden op het grasveld te gaan staan en kijken hoe dat voelt om een wapenstok tegen mijn benen te krijgen. Ah, ja. Okay. Snap je? Jij wilt dan een reportage maken en om dat te kunnen... Niet eens, nee, ik heb niet eens een drive om een reportage te maken. Okay. Jij spreekt mij aan, ik loop niet een rondje met van, hey, mag ik iets aan je vragen? Ja. Ik wil alleen maar zien hoe Nederland omgaat met mensen die gewoon vreedzaam komen demonstreren. Ja. Nou, zo dus. Dus ik heb mijn idee moeten laten zien. Maar dat is dus wat er gebeurt. Er wordt voor veiligheid gehandhaafd. En ik ben in gesprek gegaan met de agenten en ook over de gronden van de maatregelen. Maar vooral dat heb ik gelukkig dan ook wel in die staande houding met ze kunnen beargumenteren van goh, het leed wat komt door de maatregelen is zoveel groter dan het leed door COVID-19. Ik kan het niet, ik kan er niet tegen. Ik kan niet anders dan hier tegenop staan. Dat is waarom ik hier ben. Nou mevrouw, we zijn het niet met elkaar eens. Ik zeg, goh, heeft u dan al gehoord de gronden van de PCR-test? Heeft u dat al onderzocht? Ik ben het er niet mee eens. En we gaan dit gesprek ook stoppen. Ik zeg, nou ja, weet u, dan heeft u het in elk geval gehoord. Al bent u het er nu niet mee eens. Misschien gaat u het op een ander moment onderzoeken. Ja, oh yeah. Ja, maar je gaat natuurlijk, ik geloof niet. Denk je dat je een inhoudelijk gesprek gaat voeren met een politieagent in uniform? Nee. Dat gaat het niet worden. Nee, maar ik kan het toch niet laten. Als ze me dan toch staande houden, dan vind ik ook dat ik even de morele plicht heb om iets van te zeggen waarom ik, ik hier ben. Sowieso, je moet lekker zelf weten wat je doet. En dat is je goed recht. En zou ondertussen ik denk ik van, misschien pikken ze er toch wel iets van op. Maar het zijn inderdaad vervelende gesprekken. Pikken ze er wat van op? De buitenparlementaire onderzoekscommissie, dus burgers die onderzoeken wat er mis is aan het beleid van Rutte, daar hebben zich voor
dat Rutte over de avondklok begon al 40 agenten aangemeld. Omdat ze gewetensbezwaard zijn. Van ja, zo kan ik mijn werk niet doen, zo wil ik mijn werk niet doen. Nu we het hebben over de avondklok, moeten we extra dagen inlassen om al die mensen ook te kunnen hun getuigenverklaring te kunnen laten afleggen. De handhavers gaan dit niet leuk vinden. Wat... Nou, ik was net aan de andere kant van het museumplein bij de Amerikaanse ambassade. En dan loop je daar zo omheen langs het Rijksmuseum. En nu sta ik voor het MoCo Museum in de buurt van het Van Gogh Museum. En jij zegt, hey, ik ken jou wel van die podcast. Ja, nou, vertel maar, waar kom je vandaan? Wat zie je? Wie ben je? Hoi. Ja, ik ben Rob, ik kom uit Velsen Zuid. En ik ben op de fiets gekomen. Ik heb mijn auto buiten geparkeerd. En ik word niet meer toegelaten tot de demonstratie, want... Ja, hier kan je gewoon naar binnen lopen en dan zit je in het midden. Ja, maar ik kwam aan de zijkant en daar stonden ze echt wel heel dreigend de boel te verdedigen. Dus er is een strategie opgezet dat er geen mensen meer bij komen. Nou, daar hadden we het net over. Volgens mij is er een halve kom om dat museumplein gezet. Ja. En aan de andere kant zijn die busjes echt tegen elkaar geparkeerd. Kan je er echt niet doorheen. Ja. En zo meteen zetten ze het waterkanon erop. Ja. Trouwens, het waterkanon. Ik heb er 5 gezien, geloof ik. Ja, er staan er een heleboel. En dan duwen ze iedereen waar wij... Dat gebeurt ook wat. Ja. Waarom ben je hier, Rob? Nou, om op te komen voor mijn vrijheid en me te verbinden met andere mensen die het ook voelen dat hier iets structureel fout zit natuurlijk. Beetje moeilijk inschatten, hè? Maar als je inschat, hoeveel mensen zijn er gekomen, denk je? Ik kan het helemaal niet zeggen. Ze zeggen dat er meer dan 250 zijn. Zeker. Ik zou zeggen dat er 2000, 3000 Dat geloof ik ook wel. Ja, ze staan meestal ook in de straatjes achter. Iedereen voelt zich natuurlijk een beetje onveilig met al die intimiderende agenten en ME'ers. En de waterkanonnen natuurlijk. Ja. Ja, het is triest. Ik heb de hele reis van niks gemaakt. Ik hoop toch gewoon op een vredige demonstratie. Ja, je bent niet voor niks, je bent hier. Ja. Je bent een van die 2.000, 3.000 mensen die hier zijn en zeggen ik vind niet oké wat er gebeurt. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Ik was 2 weken terug in de Haarlemse Hout en dat ging helemaal perfect. Vrouwen van Vrijheid. Hele gezellige bijeenkomst. Geen vuiltje aan de lucht. Ja, toen was jij daar, er waren een paar duizend mensen. Ja. Toen was ik hier tegenover die Amerikaanse ambassade om te demonstreren voor Julian Assange. We waren met 50 mensen. Ja. En daar kwamen handhavers naar me toe. Ze zeggen wel 1,5 meter houden. Ja. Wat doen jullie hier? Ja, demonstreren voor Assange. Ja, is het aangevraagd? 50 man. Maar jij stond met een paar duizend. Dat was veel groter. Ja, het was een aardige club. Ik weet ook niet precies hoeveel het er waren, maar ik vond het een hele mooie opkomst. En, heel goede toespraken ook. Alles in heel alle rust. En, echt een pluim voor de demonstranten ook. We zijn hier nu voordat het wordt ingegrepen. Nou, schets de sfeer maar. Zeg maar wat je ziet om je heen aan die demonstranten. Ik zie al in de verte agenten op paarden staan. Die staan al te trappelen. Ik zie motoragenten achter ons die heen en weer rijden. Ja, ze worden gewoon omsingeld. En straks wordt het gewoon rennen voor je leven, denk ik, zo'n beetje. Dus, Amsterdam van Femke Halsema is toch veranderd is in de winter toch anders dan in de zomer, hè? Zeker. Ja, seizoensgebonden? Ja, het zou heel goed kunnen, ja. Of het is iets anders. Ik sprak een ME en die zei het ook. Van, je moet niet bij mij zijn, je moet bij Halsema zijn. Ja, dag. Dat moet je maar tegen jezelf zeggen in de spiegel morgen. Precies, dat is gewoon niet waar. Hij doet zijn werk en hij kan ook kiezen om zijn werk niet te doen. Dus zijn afweging om hier zijn wapenstok te pakken of niet? Ik verdink op dat de DDR en die weet wat er gebeurt hier. Die herkent het allemaal onmiddellijk. Het is nu de tijd om aan de goede kant te gaan staan. Ik denk dat een heleboel agenten... Oké, maar in de DDR gingen ze dan ook naar het Museumplein om te demonstreren? Nou, dat niet. Nee, dat niet. Maar, wat deed je daar dan? Ja. Erg op je woorden letten. Ja, op je woorden letten en niet opvallen. Ja, precies. Dus als je eenmaal wist dat je al onder de radar zat, dan of boven de radar zat... Ja, dan moet je dubbel oppassen. Ja, natuurlijk. Dus dat moeten we hier nog leren. Dat hebben we hier nog niet geleerd, hè? Hier zijn we camera's, films, foto's te maken. Ja. Het geluk is dat mensen nu allemaal een mobieltje hebben, dus er kunnen heel veel dingen vastgelegd worden. Maar even goed gaat het gewoon door. Dus dat is het bijzondere. Ja. Dankjewel, Rob. Ja, alsjeblieft.
geloof het wel, ja. Want dit waren we bezig. Ja, het zijn van die golven, hè, waar iedereen dan op is. Volgens mij duwen ze. Vind je het goed als ik neem dit op? Dus vind je het goed als ik het gebruik ook? Ja. Laat vertel maar wat je ziet dan. Nou, in mij viel bij mezelf op dat ik meteen mee ging rennen toen iedereen ging rennen. Dus, je dacht, ver, ik ben wel een groepsdier. Ja, precies. Dat het toch een reflex is om zo te nou te ja, handelen. Ik zie een legerhelikopter. Ja, inderdaad. Geen politiehelikopter, maar een legerhelikopter. Dat viel mij ook op. En een drone, van het begin af aan een drone. Verder op een drone. En wat ik ook zie is een waterkanon en dan met paarden duwen ze die mensen steeds verder naar ons toe. En het vuurwerk is van de politie, denk ik. Ja, zou kunnen. Maar wat ik nog wel merkte ook, ik ging naar die politieman in een... Move this. Look, this is not good. Oké, so orange smoke. So yeah, but this is not good. Oké. Okay. So hey, blijf maar staan, ik wil niet praten. But whose smoke is that then? Well, like police smoke or a protester smoke? What do you think? Oh, camera, nee, dan loop ik weg. Oh, hij gaat even kijken. Nee, hij wil altijd iets meer. Ik de police. Komt zijn golven aan. Oh ja, het zijn golven. Because the people they're not prepared to come with stuff from home. Understand? With? People they're not prepared to come with stuff. You know, to have a talk. Oh, je ruikt het al, hè? Ja, from police. Dus ze duwen al die protesters hier naartoe met een paarden en met een waterkanon. En nu komen ze hier naartoe. Ik zag aan de zijkant is het allemaal dicht, dus je kan er niet uit. Nee. Achter het Van Gogh Museum kan je eruit en hier kan je eruit waar wij staan. Nou ja. En nou is het nagenoeg leeggeveegd. Ja. Eigenlijk. Dat was snel gebeurd. Maar ongeveer even lang zoals de demonstratie de bedoeling was. Ook ik weet niet, hoe laat is het eigenlijk? Het is 4 uur al. Nou ja, hoe laat is het, Henny? Half 4. Nou, als je, dus het maakt eigenlijk niet uit. Ze had heel veel geld gescheeld. Ja, ik wil nu naar huis. Ja, kom. Maar wat ik wou zeggen, er was een man in een politie in het karretje. En er was een bandje, hè, die zei van de politie zegt je moet weg. Ja. Ging ik even met hem praten. Ja. Zat hij echt zo te lachen van ja, joh. Beetje van, het is ook allemaal wel vreemd. Maar ja, dat zei, hij had hij zo'n gezicht getrokken. Van, ja, hij voelt zich opgelaten dat hij hier een bandje moet afdraaien. Ja, dat is een beetje gênant, ja. Ja, is het ook. Is het ook. Allemaal lieve mensen hier. Ja. Wie ga je nou wegjagen? Nee, maar leuk jou te ontmoeten. Ja, ja, doe. Niet normaal maken wat niet normaal is. Every nation in every region. Now has a decision to make. You think I'm joking? Predator drones. You will never see it coming. Laat staan dat ik me kan ingaan over vuur.